De drie mannen die zijn veroordeeld voor de moord op Apeldoorner Gert Nijkamp moeten hun straf definitief uitzitten. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De advocaten van de mannen wilden dat er opnieuw naar de zaak zou worden gekeken. Zij vinden dat er tijdens het politieonderzoek veel is misgegaan. Het is donderdag 21 juni 2007. Een stralende dag. De 47-jarige Gert Nijkamp brengt nietsvermoedend zijn zoontje Gertje naar de Bergen-Bosschool in Apeldoorn. Als hij terugkomt bij zijn auto, wordt hij met drie kogels om het leven gebracht. Vrienden, bekenden, maar ook de ouders en de kinderen op de Bergen-Bosschool zijn verslagen na de brute en onverwachte moord. Apeldoorn is dagenlang in shock. Ja, is mijn kind veilig? Dat is het eerste wat je denkt. Ik ken hem wel. Ja. Hele aardig vriendelijke man. 21:50 heeft zich een ernstig incident voorgedaan bij het hek, wat een toegangshek is voor de kleuters. Er is een vader van een leerling neergeschoten. Gert Nijkamp wordt omschreven als familieman, gepassioneerd accordeonist en vriendelijke zakenman. Dat uitgerekend deze zachtaardige man in koele bloeden wordt geliquideerd, begrijpt niemand. Dat is een donderslag bij helder hemel, mag je wel zeggen. Ja, daar waren we zeer verslagen van. Gert is een allemans vriend. Staat altijd voor iedereen klaar. Daarom is het ook zo onwerkelijk dat zoiets bij zo iemand gebeurt. Mijn gevoelens zijn helemaal afgevlakt. Iedere dag is niet leven, maar overleven. Waarom, dader? Waarom heb jij mij papa doodgeschoten? Dat wil ik weten. De politie gaat direct op zoek naar de moordenaar en zijn motief. Heeft u vorige week ook deze route afgelegd? Al snel duiken de eerste foto's op van de schutter. Ondertussen looft de familie van Gert Nijkamp 1,5 ton uit voor de gouden tip die lijkt naar de moordenaar. Ja, misschien dat dat dan net dat kleine beetje is dat diegene die wat meer weet over de streep haalt om toch datgene te gaan vertellen wat tot de oplossing leidt. Het onderzoek verloopt uiterst moeizaam. In maart 2008 lijkt de zaak muurvast te zitten. Justitie neemt dan een opmerkelijk besluit. Het complete onderzoeksteam, inclusief de officier van justitie, wordt vervangen. 6 weken later begint een nieuw rechercheteam, het team Dille. Het team Dille gaat aan de slag met de informatie die er ligt. En als een duiveltje uit een doosje komt er een tip tevoorschijn uit het dossier. Een anonieme getuige meldt dat ene Angelo M. de schutter is. Het onderzoek lijkt af te steven op een doorbraak. Maar om een bekentenis te krijgen, haalt de politie alles uit de kast. In juridische termen geeft het Openbaar Ministerie dan toestemming voor stelselmatige informatieinwinning. Dan ga je weliswaar in het leven van de verdachte een rol spelen. Je gaat bijvoorbeeld naar zijn tennisclub, je gaat met hem vissen. Maar je gaat niet meedoen aan het criminele verband waar hij eventueel in zit. Dus je pleegt ook geen strafbare feiten. Het begint allemaal vrij onschuldig. Een undercoveragent wordt ingezet om een bekentenis te forceren. Onder de schuilnaam Alex moet hij een band opbouwen met Angelo. Langs de waterkant worden de eerste contacten gelegd. Hey. Hey man. Hey, dat is een beetje beter, jongen. Nee, dan valt tegen vandaag. Beetje slecht stikkie. Ja, slecht stikkie. Oké, wat vis je mee? Het contact tussen de twee mannen neemt snel toe. Ze zien elkaar regelmatig. En het blijft niet bij vissen alleen. Undercoveragent Alex heeft ook klusjes voor Angelo.
Hey, ik heb een goed deal voor je. Deal? Betaalt goed. Zou je morgen trucks van mij willen overhandigen? Betaalt goed. Denk er maar eens over na. Mijn cliënt was op dat moment gebruikte heel veel drugs, had geen werk, zat volledig aan de grond, had geen opleiding, had helemaal niks. En ineens is daar Alex, tussen aanhalingstekens. En vervolgens zegt Alex, goh, wil je wel eens wat verdienen? Nou, dat wil ik wel, zegt mijn cliënt. Hè. Nou, en dat begint dan met hele kleine klusjes en dat wordt erger en erger. En hij gaat steeds met Alex, maar ook met allerlei anderen op pad. Angelo wordt ingezet als drugsrunner. Hij denkt dat hij drugs van het ene naar het andere adres brengt. In werkelijkheid heeft de politie al deze overdrachten in scène gezet. Die wettelijke bevoegdheid die is er nou eenmaal. Je zou kunnen zeggen hij is een beetje opgerekt. Maar op zich zit hier niks onrechtmatigs in. De officier was erbij betrokken. Die had ook overleg met de politie. Het bevel was er. Dus ja, dit kan. Het was allemaal uiteindelijk om hem ertoe te bewegen dat hij zich comfortabel zou voelen. En uiteindelijk iets zou loslaten over het feit. Omdat Angelo zelf geen auto heeft, krijgt hij er een van undercover agent Alex. En dat terwijl hij helemaal geen rijbewijs heeft. Dat ze hem een auto hebben gegeven terwijl ze wist dat hij geen rijbewijs had, dat voelt niet helemaal fijn. De zaak zat nou eenmaal zo op slot. Ja, wat er dan daar is gebeurd is niet helemaal conform de regels, maar ja, dat is dus wel proportioneel bij zo'n zaak. Kijk, als het om een kruimeldiefstal zou zijn, als je dit dan zou doen, dan natuurlijk niet. Dus dat is een beetje het verschil. Alex heeft maar één doel voor ogen. Een bekentenis van Angelo. De twee rijden samen het hele land door voor klusjes die in scène zijn gezet. Maar ondanks de vele uren samen in de auto komt er maar geen verhaal over de moord op Gert Nijkamp. Om de druk wat op te voeren, zet de politie zelfs een volledige achtervolging met klemrijden in scène. Angelo vervoert in opdracht van Alex een Poolse crimineel. Niets vermoedend rijdt Angelo met hem naar Schiphol. Tot hij klem wordt gereden door de politie. Angelo gaat vrij uit, maar door deze gebeurtenis wordt de band tussen Angelo en Alex sterker. Angelo breekt en biecht de moord op Gert Nijkamp op. En dat niet alleen, hij vertelt ook wie de opdrachtgevers waren. En daarmee lijkt de zaak grotendeels opgelost. De schutter vertelt de politie dat hij de opdracht heeft gekregen van twee mannen. Zij hebben hem het wapen en het outfit geleverd om de moord te plegen. Heb je het bij je? Voor de moord zou hij 40.000 euro krijgen. Advocaat Jan Vlug vindt dat deze bekentenis is afgedwongen met veel te zwaar geschut. Het gaat natuurlijk ongelooflijk ver. Dat is, mijn zin is echt een inbreuk geweest op zijn rechten. En daar zal iedereen nu van zeggen, ja, maar ja, jouw klant is een moordenaar. Hij vraagt erom. Maar mijn punt is dat als het bij hem mag, dan mag het morgen ook bij jou of bij mij of bij wie dan ook. Eén telefoontje naar de CIA is voldoende. Dan komt de staatsmacht wel heel diep in het leven van de burger. Ondanks de onvrede van de advocaat over de totstandkoming van de bekentenis, worden de mannen wel veroordeeld. De schutter krijgt 18 jaar cel. Zijn opdrachtgevers krijgen 18 en 16 jaar opgelegd.
Een motief voor de moord wordt niet duidelijk. De rechtbank in Zutphen keurt de ingezette opsporingsmethode wel af. Nou, zij zeiden ook van dit is geen infiltratie en geen informatieinwinning. En dus is het geen geregelde, in de wet geregelde opsporingsmethode en dus mag het niet. Dat is ook de reden geweest dat het Openbaar Ministerie toch hoger beroep heeft ingesteld. Ze hadden 18 jaar geëist, 18 jaar gekregen. Maar ze zijn toch in hoger beroep gegaan omdat ze dat oordeel over die opsporingsmethode van tafel wilden hebben. Het Hof vindt dat de opsporingsmethode wel rechtmatig is geweest. Zij poetst daarmee de kritiek van de advocaat en de rechtbank van tafel. Het is sowieso niet een alledaags onderzoek, dat kun je er wel van zeggen. En je moet ook niet denken dat dit op dagelijkse basis zo gebeurt, dat het op die manier door de politie wordt gehandeld. Maar met een onderzoek wat waarschijnlijk toch al moeizamer liep, waarin het bewijs verzamelen moeilijker was, dan kan dit uiteindelijk wel een strategie zijn, ja, om toch tot bewijs te komen. De advocaten van de drie daders dienen een cassatieverzoek in bij de Hoge Raad. Ze willen weten of het Hof in haar beoordeling van de strafzaak wel goed heeft gehandeld. Niet alleen de opsporingsmethode staat ter discussie, ook naar de hoogte van de straf wordt opnieuw gekeken. Wij kunnen deze uitspraak niet rijmen met soortgelijke uitspraken, ook niet van ditzelfde Hof. In de richting van circa 15 jaar was naar onze mening meer passend geweest. Vanwege bijvoorbeeld ook het ontbreken van zijn strafblad, de leeftijd, tegenwoordig ook een item, een jonge leeftijd, dat werkt ook mee aan een wat lagere strafmaat en dat soort elementen. De Hoge Raad oordeelt dat het onderzoek prima is verlopen. Ook met de straf van de schutter is niets mis. Het Hof heeft goed gehandeld en de zaak hoeft niet over te worden gedaan. Een grote teleurstelling voor advocaat Huisman, die namens zijn kantoor het verzoek indiende. Als jurist teleurgesteld, voor de cliënt ook teleurgesteld, want naar onze beleving ten opzichte van soortgelijke zaken een te zware straf. Maar goed, dit is het. Daar moet je mee leven. Het is niet anders. Daarmee lijkt de kous af. Maar er is nog één ding dat de nabestaanden niet lekker zit. Dader, waarom heb jij mij papa doodgeschoten? Dat wil ik weten. Het motief. Justitie gaat er bij de rechtbank nog vanuit dat er een hoofdopdrachtgever moet zijn. Dit brein op de moord zou nog vrij rondlopen. Maar bij het Hof wordt die theorie volledig losgelaten. De drie mannen die terecht staan worden gezien als de daders. Misschien hadden ze iemand op de korrel, maar konden ze gewoon het bewijs niet rondkrijgen. Ja, dan houdt het ook wel heel erg op. Voor nu. Natuurlijk, het is voor iedereen die rondom zo'n zaak staat, is het wel fijn om uiteindelijk te weten waar kwam dit nou vandaan. Hè? Waarvoor was het eigenlijk nodig? Eerlijk gezegd, en dat klinkt misschien een beetje cru in de moordzaak, maar vanuit het belang van onze cliënt beredeneerd, hebben wij ook geen interesse erin om te weten of er nog eventuele andere verdachten zijn. De vrouw van de vermoorde Gert Nijkamp is blij dat de uitspraak nu onherroepelijk is. Toch is zij ervan overtuigd dat er altijd nog iemand rondloopt die hoofdverantwoordelijk is voor de moord op haar man.